Ik ben Walter Luiks en we zijn in de Sint-Catharina-kerk in Hoogstraten. En ik ga u een Vlaamse meester tonen. Ik ben reeds 35 jaar werkzaam als schrijnwerker van monumenten en grote gebouwen. De werf hier behelst vooral voor schrijnwerkerij het nazichtherstel van het buitenschrijnwerk en de torenspits waar dat de nieuwe bijaardkamer in gemaakt is. Momenteel staan er hier nu 3 schrijnwerkers te werken aan de afwerking van de bijaardkamer. Staf, Wesley en Lennart. Sint-Jozef is de patroonheilige van de schrijnwerkers. Ik heb het eigenlijk zelf de feestdag nooit niet meegemaakt. Maar ik kan me wel herinneren dat mijn vader, ook schrijnwerker, dat hij dat nog wel vierde. We zijn hier aangekomen aan het werk van de Vlaamse meester. Het leven van Sint-Jozef. Uit de eerste helft van de 16e eeuw. Wel, het schilderij is geschilderd op een groot houten paneel in 3 stukken. Wat dat vroeger wel gebruikelijk was. We zien verschillende taferelen van Jozef uit zijn leven. En dat Jozef Maria wilt verlaten omdat ze zwanger is, maar niet van hem. Hij wordt dan door een engel tijdens zijn slaap gewekt of ingesproken dat het eigenlijk geen probleem is en dat hij toch terug moet gaan naar Maria. Hier heeft hem bijvoorbeeld zijn schrijnwerkersgereedschap allemaal bij. Hamers en bijtels zijn wel wat veranderd en verbeterd. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest.